Ja, nou, de sfeer zit er goed in hier. Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 521. We gaan luisteren naar muziek van Sharon. Sharon, je hebt een nieuwe cd gemaakt. Dat is je tweede Nederlandstalige cd. Klopt. Nou, je vertelde al eerder in de uitzending dat dat gewoon eigenlijk ook wel lekker voelt. Maar ook wel confronterend is, hè? Ja, klopt. En wat is dat confronterende? Nou, met name zeg, als je Engels zingt, is het toch, omdat het niet je moedertaal is, is het toch net een stapje verder weg. Je zingt iets en dan in de tussentijd vertaal je dat voor jezelf naar het Nederlands. Maar wanneer je je eigen taal zingt, Nederlands zingt, dan is dat meteen, dat is daar gewoon. Als ik het heb over verdriet, weet ik meteen wat dat is. Als ik het heb over vreugde, weet ik wat dat is. En dus bij mij komt dat, het komt gewoon nog dichtbij. Nog meer. Want een lied als Kom tot de Vader. Ja. Als je dat in het Nederlands zingt, dan komt dat ook dichterbij. Ja. Dan dat het een prachtig Engelstalig aanbiddingslied is. Ja, ja. Ja, de tekst op zich is, hoe leg ik dat uit? Het zijn allemaal verhalen, zeg maar. En elk verhaal heeft een emotie. En wanneer je in je eigen taal spreekt of zingt, dan is dat gewoon meteen duidelijk wat ermee bedoeld wordt. En, en dat, ja, dus in dat opzicht komt dat gewoon nog sneller binnen. Er zit geen vertaalslag in je hoofd of zo. Nee, klopt. Ja. Ja. Want dat hoor je ook wel bij oudere mensen. In pastoraat zul je dat merken. Dat als mensen ouder worden, dan gaan ze naar hun moerstaal. Mm. Ja. Mensen die uit Friesland komen en in Limburg wonen, sterven in het Fries. In Australië hebben ze Nederlandse verpleegkundigen nodig in de bejaardenhuizen. Omdat de mensen die geëmigreerd zijn, geen Engels opeens meer spreken. Ja. Ja. Nou ja, dat geeft wel aan dat moedertaal. Het dichter bij je hart komt. Ja. Ja. De cd Onvoorwaardelijk is hij getiteld. Je vertelde iets over liefde van God is onvoorwaardelijk, maar ook tussen mensen. Toen dacht ik, God geloof ik wel dat hij onvoorwaardelijke liefde heeft. Maar als mensen is dat wel een hele ingewikkelde. Hè? Ja, klopt. Ja, we moeten, wat ik zeg maar zelf ook echt in gedachten hou. Want als mens ben je gewoon niet perfect. En helaas kunnen vaak teleurstellingen in een relatie kunnen maken dat je toch een soort van gereserveerdheid krijgt. Of dat je toch uit angst een soort muur gaat opwerpen. En dat het dan wordt zo van, als jij dat doet, dan houd ik wel van jou. Of als jij dat laat, dan houd ik wel van jou. Dat idee. En, dus ik geloof echt dat het mogelijk is voor mensen onderling om ook echt onvoorwaardelijk van elkaar te houden. Maar dat het wel echt een bewuste keuze is. En dat, dat ik bijvoorbeeld zelf, als ik voor mezelf spreek, dat ik echt het voorbeeld van God in gedachten moet houden. Ik bedoel, ondanks al mijn fouten, ondanks al mijn geklooi, zeg maar, in het leven en de keuzes die ik maak, houdt God wel onvoorwaardelijk van mij. Hij zegt niet tegen mij van, joh, wanneer ik een ander pad kies dan wat hij in gedachten heeft, dan zegt hij niet van, nu is het echt verkeerd, zoek het nou maar lekker zelf uit. Ik ben er nu klaar mee. Weet je, ik hou niet meer van jou. Dat zegt God niet. En dat zeggen wij vaak wel tegen elkaar. Ja, dat, jij moet wel voldoende van mij houden, dan wil ik dat ook van precies. Jou. Precies. Of je moet dit pad volgen, je moet zus en zo doen. Dan, dan houd ik van jou en dan kies ik onvoorwaardelijk voor jou en anders niet. En dat zo is God niet. Ja, God geeft, ik geloof echt, God geeft ons telkens weer een eerste kans. Dat geloof ik. En dat, en ik persoonlijk in mijn eigen leven probeer ik ook dat echt voor ogen te houden. En zeg maar ook op die manier naar andere mensen te zijn en te houden van mensen en van mijn eigen man. En je kind, hè? Ja, nou, dat is iets heel anders. Ja, hè? Is het makkelijker onvoorwaardelijk houden van je kind? Ja, toch? Ja, omdat dat toch zo, zij is zo'n deel van mij. Zeg maar, dat gaat vanzelf. Ja, gaat het van nature. Dat is, ik heb gemerkt dat weer een hele andere vorm van liefhebben is. Ja, dat veel makkelijker komt. De onvoorwaardelijke liefde. Heerlijk, dan, maar dat is ook heel erg genieten. Ja, ontzettend. Ja. Ontzettend. Je gaat voor ons zingen. Welk lied ga je als eerste voor ons zingen? Kom tot de Vader, een bekend lied uit Opwekking. Gewoon een mooie tekst. En God die zegt voor jou, kom zoals je bent. En ik ben hier voor jou onvoorwaardelijk. Ja, dat spreekt me aan, dat raakt me. Waarom heb je dit gekozen? Nou, puur daarom. Het past puur daarom. Perfect in het hele thema onvoorwaardelijke liefde. Want wat God, nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij weet eigenlijk al wat je doet, wat je gaat doen, alle fouten die je nog gaat maken. En toch zegt God,
voor mij ben je goed genoeg. En ik hou van jou, no matter what. En dat, ja, dat past gewoon helemaal mooi in het plaatje van het album. Ja, en misschien ook wel in het traject wat je net voor de reclame schetste. Ja. Je bent je stem kwijt en denk je, ja. Oh jongens. Ja, ik ben meer dan mijn stem. Ja. Dat, ja. Nou, we zijn heel nieuwsgierig. Zou je het voor ons willen zingen? Ja, komt ik zal het proberen hoor. Ja, je kunt het. Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je en wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt zo de vader. Thank you.
Nou, heerlijk, ja. Als we met z'n drie applaudisseren, klinkt dat niet zo. Prachtig. De muziek begon te spelen en toen dacht ik... nu gaat Randy Crawford zingen. Oh. En je begon te zingen en toen dacht ik, verdraaid. Dat klinkt al een beetje Randy Crawford. Oké, okay, wat grappig. Maar, heb jij voorbeelden? Nou, zegt van, nou, zoals zij zingt. Ik neem aan dat het voornamelijk vrouwen zijn. Ja, klopt. Ze is inmiddels wel overleden, maar Whitney Houston was wel een van mijn muzikale voorbeelden. Ja, ja, gewoon hoe zij zich kon inleven in een liedje. Kon maken dat de woorden die ze zong, dat je dat proeft. Dat je dat voelt. Dat je die emotie zeg maar meteen grijpt, begrijpt. Ja, dat sprak me altijd heel erg aan in haar. Ja. Ja. En ja, dan is ze overleden. Wat triest, hè? Ja, heel jammer. Ik heb laatst toevallig, dat was op tv, het autopsy report, heb ik toen een documentaire gezien over de laatste paar uur van haar leven eigenlijk. Hoe zeg je dat ook weer? Iemand die, zeg maar, als je overleden bent, die gaat dan jezelf opensnijden. Ik zie het heel vaak in CSI, maar ik ben even de naam kwijt. Ja. Nou, zo iemand die een autopsie, ja, hoe noem je dat? Ik zoek naar het woord. Zeldenrust was een hele bekende lijkschouwer. De patholoog aan de toon. Ja, dankjewel. Nou, en daar hebben ze een heleboel uit ontdekt, wat er in haar lichaam zat aan drugs en noem maar op. En dan konden ze heel veel aflezen aan haar levensstijl, vooral in de laatste uren voor haar dood. Nou ja, het is zo heftig, een lezen. Dat ze gewoon weer terug was gevallen in de drugs en noem maar op. En ja, erop los feesten. En dan denk ik, oh, wat zonde. Wat zo zonde. Ja. Ja, en ineens kan het voorbij zijn. Mm. Ja. Ja, ineens. Ja, dat is stardom, hè? Heel veel artiesten worden niet oud. 27 klopt, of zo. Ja. Het is een hele cruciale leeftijd, lijkt het. Ja. Mag ik heel even reageren? Ja. Wat ik vind het mooi wat je zegt, van wat jou inspireert bij Whitney Houston... en wat ik bij jou ook altijd voel. Ik heb het natuurlijk vaker horen zingen. En dan denk ik, ik ben dominee, hè, dus ik sta elke zondag te preken. En denk ik, oh, wat een goede preek, denk ik dan wel eens als ze zingt. Hè. Dat is van, gewoon wat jij zegt, dat geldt volgens mij voor alles wat te doen... als je in het publiek spreekt. Van, leef je zo in wat je zegt, dat mensen bam het voelen. Dat probeer ik. Ik geef preektrainingen ook aan voorgangers... Okay. Eigenlijk zegt dan, je moet goed kijken naar zangers en naar de toneelspelers die zich zo moeten inleven van, je moet voelen wat je zegt. Ja. Dan moet je, maar denk ik heel vaak, dominees kunnen heel veel van jou leren. Okay. Ja, gewoon van, leef je in wat je zegt. Je hebt zulke mooie dingen te zeggen. En dan voelen mensen dat ook. Ja. Dus ik voelde net, dan weet ik, oh ja, komt wel binnen, zo'n lied. Okay. Dat ik het 100 keer gezongen heb, zeg maar. Ja, dit is een preek op zich. Ja, maar ook de manier waarop je het doet, dat maakt het tot een preek. In de zin van, je brengt echt een emotie, een boodschap breng je over. Ja. Ja, dus dat is ook wel hard werken, ja. Klopt, ja, dat is altijd, werken. Ja. Het is ook een soort van durven om met jezelf, met je billen bloot te gaan. Ja. Want het is, wanneer ik zing, probeer ik ook echt gewoon momenten uit mijn eigen leven te pakken. En dat te verwerken in het lied. Jezelf open. Ja, eigenlijk wel. Ja. Daarmee ben je heel kwetsbaar. Klopt, ja. En dat bedoel ik ook echt met de billen bloot gaan. Dat moet je iedere keer weer voor kiezen. Want ja, ik kan een lied ook gewoon puur melodie en op techniek brengen. Maar ik geloof niet dat ik dan een verhaal breng. En juist dat verhaal is ontzettend belangrijk. En ik hoop altijd dat mensen bij concerten dat ze het verhaal mogen pakken. En dat het hun mag bemoedigen op de plek waar ze zijn of wat dan ook. Dat hoop ik altijd, ja. Is dat verhaal voor jou belangrijker geworden de afgelopen jaren bij het zingen? Nou, ik denk dat het er eigenlijk al wel altijd wel was. Ik denk al wel vanaf jongs af aan. Had ik altijd wel dat besef... dat ik zelf echt gewoon in de tekst moet verdwijnen, zeg maar. Dat ik zelf er echt in moet gaan. Ik weet niet, het zit er in principe in dat op zich wel van nature in. Alleen nu met, je wordt ouder, je maakt meer mee in je leven. Dus het wordt doorleefder. Ja, en je maakt meer mee, dus dat verandert. Je kunt het makkelijker vertellen daardoor. Ja, waar het misschien toen ik nog een tiener was, meer acteren was. Want ik bedoel, ik kende nog helemaal geen liefde of zo. Nee, is dat en dan nu... onvoorwaardelijke liefde. Ja, precies. Dat had ik nog helemaal niet begrepen. Dus dat is nu anders. Ja. Ja. Want het volgende dat je voor ons gaat zingen, onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat, zoals je het nu gaat zingen, zou je dat op je 15e waarschijnlijk niet gedaan hebben. Nee, zeker niet. Nee. En dan de tekst wil je horen waarom. Oké, we gaan luisteren. Is goed.
licht genoeg. Twee oude mensen op een bankje in het park. Een kleine meid die naar haar moeder roept. De kleinzoon bij oma op bezoek. Ze ademen de liefde zonder het te weten. Liefde van hem om uit te delen. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Overwint. Eén blik zegt genoeg. Vader en zoon samen aan de waterkant. Een onbekende die je zomaar groet. Twee jonge mensen samenlopend hand in hand. Ze ademen de liefde zonder het te weten. Liefde van hem om uit te delen. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Onvoorwaardelijke liefde. Tussen God en tussen jou. Tussen man en vrouw. Tussen ouders en hun kind. Je hart is waar het begint. Strek je hand uit naar die ander. Het zal je eigen hart veranderen. Leef voor de liefde en je voelt hoe het eigenlijk is bedoeld. Onvoorwaardelijke liefde. Ja, ik denk dat, dat de kijkers nu zitten, sommigen misschien wel met een traan, en denken van, verdraaid, hoe krijg ik er weer grip op? Hm. Heb jij een tip voor ze? Wauw. Beseffen en mogen ontdekken, dat wens ik de mensen echt toe, dat ze mogen ontdekken dat God onvoorwaardelijk van ze houdt. En dat hij er onvoorwaardelijk voor ons is. En dat ondanks alle fouten en dingen die je mag meemaken in het leven, dat hij nooit nee zegt tegen jou. En dat ik hoop dat mensen dat mogen beseffen. En dat ze daardoor ook kracht mogen krijgen, zeg maar, in het leven. Ja. Begin nog goed. Ja, dankjewel. Sharon, wat is jouw gebedspunt voor de kijkers? Nou, dat ook wel. Goed. Ja, mijn gebedspunt voor de kijker. Naast dat we dat zelf mogen beseffen, dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, dat we ook moeten realiseren dat God ook van ons vraagt dat wij ook anderen onvoorwaardelijk lief hebben. En dat wij ook zonder oordeel naar mensen kijken. En mensen accepteren zoals ze zijn. Want als God ons. Wat ik eerder zei, ik geloof niet dat God ons een. Ik geloof niet dat God ons een tweede kans geeft, maar dat Hij ons eerste kansen geeft. En dat wij dat ook aan mensen geven. Ja, mooi. Ja. Dankjewel. De gebedspunten die zijn genoemd door Vrouwtje,
Gebed voor onszelf om te ontdekken waar onze liefde ligt voor de gehandicapte medemens. Dat was hem ongeveer, hè? Ja. En Ron van der Spoel, gebed voor Iraanse gevangenen. In de gevangenissen vinden veel martelingen plaats. Ik wil jullie alle drie heel erg bedanken. Sharon, dank je wel. Geweldig gezongen. Jouw cd Onvoorwaardelijk ligt in de winkel. Ja. Dank je wel dat je bij ons wilde zijn. Jullie ook bedankt voor jullie bijdrage. U bedankt voor het kijken. En morgen om 9:30 is er weer een verse. Tot morgen.